kijken welke fitnesstoestellen er in de nieuwe sportschool komen. Ga lekker beginnen. Naast squatrekken, grote sleebaan, cable cross, lat pulldown en natuurlijk nog de roeitrainer en de airbike en nog meer andere cardio toestellen. Komen er natuurlijk ook een hele berg nieuwe fitnesstoestellen bij. Dus we gaan even laten zien wat we in de ruimte gaan plaatsen. Je ziet hier achter mij meerdere toestellen. Deze achter mij, die gaan we even doornemen. Ik durf nog niet te zeggen of echt alle toestellen er komen te staan, want ik zit ook een beetje met de ruimte natuurlijk. En ik ben het niet eens met alle toestellen die hierachter staan. Maar de toestellen die er sowieso komen, die ga ik in ieder geval laten zien. Meanwhile. Voordat we beginnen, het kan zijn dat er bij een toestel even een knopje mist of dat er iets, een stukje zitting kapot is. Dat komt omdat ik al deze toestellen helemaal ga reviseren. Alle veiligheidsaspecten die zijn al gedaan. Dus alle kabels, alle banden, alle schroefjes, etc. Die zijn allemaal nieuw. Dan ben ik nu bezig met die trekknopjes. Die liggen hier ook allemaal nieuw. Die zijn helemaal schoongemaakt. Nieuwe veertjes erin. Dat het weer zo goed als nieuw is. En als laatste dan gaan we de bekleding die gaan we ook nog eens een keer veranderen. Die gaan we helemaal opknappen. Een paar kussentjes die liggen al thuis. Dus als je wat halve onderdelen ziet staan, hoort er allemaal bij als straks de gym open mag. Dan hebben we echt een fantastisch nieuwe set. Het eerste, natuurlijk een leg press. Wat is een sportschool zonder leg press? Deze leg press die gaat slechts tot 175 kilo. De leg press in een andere ruimte, de 45 graden leg press, wat ook tegelijkertijd een hack squat is, die kan tot 600 kilo. Maar ja, je kan in een sportschool nooit genoeg leg presses hebben, dus deze komt er sowieso te staan. Dan hebben we hier een fly slash rear delt machine. Dus kan je aan de voorkant gebruiken voor de backs. En dan kan je natuurlijk aan de achterkant, mooi voor de romboids. Zowel voorkant als achterkant. Mooi toestelletje, die komt er ook sowieso. Dan hebben we hier een zittende leg curl, natuurlijk voor de hamstrings. Hier is het mis het kussentje van, want die ligt thuis, die ben ik helemaal aan het opknappen. De knopjes en de veertjes, die zijn hier al van vervangen. Die werken gewoon weer helemaal fantastisch. Bandjes ook weer, appakee nieuw. Die is weer helemaal strak. Meanwhile. Zal ik even de camera aan de hand nemen, want anders duurt het wel heel lang natuurlijk. Hier hebben wij een bicep curl. Je zit ook gewoon weer hoppakee, nieuwe bekleding op. De guns moeten natuurlijk altijd getraind worden. Hier hebben we een seated overhead press. Daar moet ik nog even naar kijken. Ik heb natuurlijk al een overhead press of een shoulder press, net hoe je het wil noemen. Dus ik weet niet zeker of die in de lood komt te staan. Dan hebben we hier natuurlijk voor de dames een adductor. En we hebben ook de andere variant, de abductor. Dus benen naar buiten en benen naar binnen. Die komt er sowieso te staan. Dan hebben we hier de heerlijke chest press natuurlijk. Heerlijk toestelletje, daar heb ik er ook al één van. Misschien dat 2 een beetje overdreven is. Wat zouden jullie doen? Laat even een berichtje achter in de comments. 2 keer de chest press of 1 keer? Meanwhile. Wat is dit? Dan hebben we hier nog een side raise. Hier twijfel ik nog over. Kussentjes zijn wel, zoals jullie zien, helemaal nieuw. Die zijn weer helemaal netjes vervangen. Dat weet ik nog niet zeker. De tricep pushdown. Natuurlijk gaan wij die wel neerzetten. Want die vinden de meeste mensen echt wel belangrijk. En dan als laatste natuurlijk een leg extension. Je kan nooit genoeg benen trainen. Zoals jullie weten ben ik echt fan van benen. Dus die komt er sowieso ook in staan. Dan heb ik beneden ook nog een aantal toestellen. Die laat ik nog even voor wat het is, want ik heb even de sleutel niet voor beneden. Dus die kan ik ook niet laten zien. Dit zijn 18 toestellen hier achter mij. Ik ga er ongeveer 12, 14 extra bij zetten. En dan hebben we natuurlijk ook nog de plate loaded toestellen. Wat er ook nog 7 zijn die ik kan transformeren naar 10. Aangezien sommige toestellen 2 in 1 of een 3 in 1 functie hebben. Dus dan komen we uit op een totaal van om en nabij de 24 verschillende trainingsmogelijkheden. Dan zitten natuurlijk nog de cable cross, dus hebben we eigenlijk 25 toestellen. Dan hebben we natuurlijk nog 2 A3 squat rekken, een gigantisch lange sleebaan die er natuurlijk in komt. En natuurlijk het belangrijkste van alles, echt een super gaaf ding. Een enorme monkey bar dat je lekker kan slingeren, waar ook nog een keer 2 squat mogelijkheden in zitten. En dan een hele stapel aan los materiaal, dumbbells en barbells en ballen en atlasstenen en foamrollers. Man, heel te komen zoveel spullen. Te veel om op te noemen.
Dat wordt sowieso nog een aparte video natuurlijk. En in de loop der tijd ga je natuurlijk ook zien hoe ik de loods in ga richten. En dan neem ik jullie mee in het bouwproces. Meanwhile. Dat is hoppaard. Ik heb gemerkt dat er echt een hele berg mensen, net zoals mij, super enthousiast zijn. Mijn DM en mijn Facebook die stroomt helemaal vol met berichtjes. Dus als jij daar zoiets hebt, joh Raymond, zou je nog een keer hier een video over maken of hier een video over, over het, hè, het uitbreiden, het verhuizen. Doe gewoon even een berichtje, laat even een reactie achter natuurlijk. Want toen ik vroeger, een jaar of 9 à 10 geleden, zo aan het kijken was op YouTube en ik zag andere mensen de gym opbouwen. Toen dacht ik echt van, wow, dat zijn echt de ziekste video's die er zijn, die zijn echt fucking dik. Dus als je denkt, joh Raymond, ik wil even dit en dit wat meer zien of over dit onderwerp. Laat even een reactie achter. Zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Dit was Raymond Schultz, totstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger. Keelvrees, kuitenbankie, nieuw natuurlijk. Komt er ook. Oeh, nieuw uit de collectie. Oh, jij gaat mij zoveel pijn bezorgen.